Ik voel me vandaag erg bekeken door jullie. Ik heb nog nooit zo vervroegd een video opgenomen. Het is nu 19 oktober en ik maak nu al een Halloween video. Ja, mooie mensen. Vandaag een nieuwe video. Vandaag ga ik hoesten. Ja, mooie mensen. Vandaag een nieuwe video. Vandaag heb ik een sketchachtig iets voor jullie. Ik hou nog steeds niet van het woord. Vandaag heb ik een video voor jullie waarin ik jullie 5 manieren geef hoe je paard kan laten schrikken. Maar dit heb ik niet met de reden van ik ga even lekker mijn ponies laten schrikken vandaag. Nee, dit heb ik gewoon bedacht omdat het Halloween is vandaag. Wauw jongens, het is nu al Halloween. Ik hou echt niet van Halloween. Ik vind Halloween echt niet leuk. Maar ik vind video's maken voor Halloween wel heel erg leuk. Want dan heb je eindelijk een keer een reden om je paard te laten schrikken. Nee, grapje jongens. Ik laat mijn paarden niet zo snel schrikken. 5 manieren om je paard te laten schrikken. Die kan iedereen zo opnoemen, toch? Nummer 1 voor mij was rennen door het weiland. Helaas werkte dat niet helemaal. Dus kwam ik op het idee om dat filmpje van die man of van die auto. En dat dan die man zo komt. En de ene keer is dat dan een man die ook op mannen valt. En de andere keer is dat dan een of ander monster. Volgens mij zijn er meerdere versies van. Om die aan mijn pony's te laten zien. Dat werkt niet. Toen besloot ik maar gewoon boe tegen ze te zeggen. Boe. 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 Toen dat niet werkte, wist ik het echt niet meer. Ik besloot maar gewoon random voorwerpen te pakken en daarmee rond te lopen door de wei. En zelfs daar schrokken ze niet van. En toen vroeg ik maar aan mijn paardjes waar ze dan wel van schrokken. Waarom schrikken jullie nergens van? Oké. Wie had er ooit gedacht dat ze van mij zouden schrikken zonder dat masker? Ik dacht dat ze wel bang zouden zijn voor mij met dat masker. Nou jongens, dit was dus hoe mijn Halloween ging. Ik hoop dat jullie Halloween iets beter ging met mensen laten schrikken. Ja, ik baal er wel een beetje van. Het was leuk geweest als ze wat meer reactie toonden. Voor dingen in plaats van mij. Ik hoop in ieder geval dat jullie vanavond nog veel plezier gaan hebben met Trick or Treat. Ik doe dat helaas niet meer. Ik ben er te oud voor. Ik ben al bijna 17 jongens. Dan ja, kan dat niet meer, weet je. Ik heb ook geen Halloween feest, want zoals ik al zei, ik haat Halloween. Maar hey jongens, I can accept if you want to do it. Ik vind Halloween films gewoon eng, weet je. Wie heeft dat nog meer? Wie is er nog meer bang voor Halloween? Nou, in ieder geval, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een mooi duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie het zien bij de volgende video. Doei!